Bij een verkeersongeval in Heur is woensdagochtend de bestuurder van een Duitse vrachtwagen ernstig gewond geraakt. En een traumahelikopter is woensdagochtend in Heur ingezet na een ernstig ongeval op de Napoleonsbaan. Een vrachtwagen was door nog onbekende oorzaak van de weg afgeraakt. En in de struik kwam er tegen een boom tot stilstand. De cabine van de truck raakte zwaar beschadigd en de chauffeur kwam bekneld te zitten. Hij is uiteindelijk door de brandweer uit het wrak gehaald. Over de ernst van zijn letsel is verder niks bekend. De chauffeur reed uit een vrachtwagen die afkomstig was uit Duitsland. En een traumaarts heeft eerste hulp verleend. Daarna is hij per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog wie het ongeval kost gebeuren. Onduidelijk is nog waarom de vrachtwagen van de weg is geraakt. Het ongeval gebeurde woensdag rond 11:15. Op een kruising tussen de Napoleonsbaan en de weg tussen Heur en Heidse. Omdat de hulpverlening vooral in de struik actief was, heeft het overige verkeer op de Napoleonsbaan weinig last gehad van het ongeval. De politie heeft ter plaatse het ongeval onderzocht.